In dit filmpje een simpel visje datje over de manier waarop je in Photoshop je penseelen kunt vergroten of verkleinen. De ouderwetse manier laat ik je eerst zien. Je drukt op je rechtermuistoets en je verschuift de grootte, maar ook de hardheid, om dan even in beeld te gaan staan en te kijken wat het resultaat zal zijn. Maar met name die hardheid die zie ik hier niet. Veel simpeler en makkelijker om te doen is dan ook het indrukken van de Alt en de Ctrl-toets voor de Mac gebruiker, de Alt en de rechter muistoets indrukken voor de Windows gebruiker, je muisknop in te drukken en de grootte te veranderen door naar links of naar rechts te schuiven en de hardheid te veranderen door naar boven en naar onderen te schuiven. Je krijgt op deze manier een veel beter inzicht op datgene wat je aan het instellen bent met betrekking tot de grootte van je penseel. Simpel wist je dat je, maar wellicht heb je er iets aan.